Welkom allemaal bij de Week van de Prestatiedruk, georganiseerd door Mind. Mijn naam is Rosalie Meijer, ik ben psycholoog en presentatrice en ik zal deze week jullie host zijn. Mind is een organisatie die zich inzet om psychische gezondheid te verbeteren en wil met deze week de studenten, jullie dus, een hart onder de riem steken. Maar voordat we beginnen willen we graag een heel bijzonder persoon voorstellen, namelijk koningin Maxima. Dag, goeiedag iedereen. Wat fijn dat u tijd voor ons heeft. Ja, alsjeblieft. Fantastisch dat ik mee mag maken deze een beetje grijze dag. Ja, heel leuk. De gasten zullen zich even voorstellen om vervolgens met elkaar te praten en waar ze in deze tijd tegenaan lopen. En als u vragen of opmerkingen heeft, dan willen we dat graag horen. En dus kunt u altijd even inbreken. En ook voor iedereen thuis, als je vragen hebt, dan kun je die vooral in de chat stellen. Oké. Dus we gaan dat zien. Nou, zullen we beginnen? Denise. Yes. Ik ben Denise van der Zand, 23 jaar. Zo. Ik heb de afgelopen 4 jaar algemeen sociale wetenschappen gestudeerd. Ik doe nu een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen. En ik woon samen met deze twee. Yes, ik ben Max, ik ben 24. Ik ben 6,5 jaar geleden ongeveer begonnen met studeren in Utrecht. Met een bachelor geschiedenis destijds. En ik ben inmiddels geswitcht naar een master Sustainable Business and Innovation. Waarvan ik nu nog 3/4 jaar ongeveer moet. Ik ben Bente, ik ben 22 jaar en ik studeer master privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Ik ben Gijs Poepens en ik ben GZ-psycholoog in de gezondheidszorg en ben initiatiefnemer van het platform Open Up. Dat is een platform waarin wij mensen helpen preventief met een laagdrempelig consult bij een psycholoog. En daarin helpen we ook heel veel millennials en heel veel studenten in deze toch moeilijke tijden van de leven. Ja, en trouwens, de studenten zitten naast elkaar, maar dat komt ook omdat ze bij elkaar in het studentenhuis wonen. Denise, hoe is het voor jullie nu? Deze tijd. Met mij gaat het eigenlijk wel goed. Ik ben dus druk bezig met mijn bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen. En daar zijn wij eigenlijk gewoon heel druk bezig met corona. Iedereen is in de band van corona. En wat doen jullie dan precies? We hebben afgelopen tijd zijn heel druk bezig geweest met een landelijke campagne. Daar doen we het voor. Dat is een campagne om het bewustzijn rondom corona bij studenten. Bewustzijn te vergroten, zeg maar. Mm-hmm. En ook het bewustzijn van het houden aan de maatregelen, omdat we dan zo snel mogelijk weer terug kunnen naar de mooiste tijd van ons leven, eigenlijk. Ja. Dat is wel goed gegaan en goed opgepakt door iedereen, maar ik maak me ook wel heel veel zorgen om de studenten nu, en zeker om de eerstejaarsstudenten. Maar wat kom je dan tegen bij de eerstejaarsstudenten? Waar lopen ze nu tegenaan? De eerstejaarsstudenten zijn op dit moment, die komen in de stad, die kennen niemand, die willen mensen leren kennen en vriendschappen opbouwen. Mm-hmm. En dat is gewoon heel lastig als je dat alleen online kan doen. Er is zoveel niet doorgegaan, er wordt heel veel initiatieven zijn natuurlijk om online ontmoetingen te doen, maar dat is natuurlijk toch anders dan wanneer dat fysiek is. Ja. Ja. Max, waar loop jij tegenaan? Nou, op dit moment ben ik mijn scriptie aan het schrijven, dus het is eigenlijk ook wel weer fijn dat ik gewoon even helemaal op één ding kan focussen en verder geen, in ieder geval minder afleiding heb dan voor corona wellicht. Maar sowieso eenzaam toch, zo'n proces van een scriptie? Een scriptie is sowieso vrij eenzaam proces, ja, zeker. Gelukkig heb ik nog wat huisgenoten om mijn hart bij te luchten. Mm-hmm. Maar hiervoor, toen ik nog gewoon normale vakken volgde en werkgroep had en dat soort dingen, merkte ik wel dat het wat moeilijker was om motivatie op te brengen om in zo'n werkgroep dan echt die interactie heel erg aan te gaan. Als je via Zoom of Teams bezig bent en dat gaat toch allemaal wat minder soepel. Ik merkte ook heel erg aan de docenten af en toe dat ze dat best wel jammer vonden en frustrerend als het hen dan niet lukte om die interactie op gang te brengen. Wat je dan bijna weer schuldig laat voelen, maar ja, je merkt ook gewoon dat je krijgt het gewoon niet. Motivatie. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. En wat was voor jou het verschil tussen de eerste en de tweede golf? Sta je er anders in? Of? Ik had tijdens de eerste golf, had ik gek genoeg in de eerste instantie best wel een gevoel van, ik vind het eigenlijk nog best wel fijn dat ik je echt een beetje terug liet gaan naar gewoon een beetje alleen studie en dat je daar weer meer tijd voor had. En de tweede golf vind ik in die zin wel heel anders, want toen had ik eigenlijk wel meer echt het idee dat ik er echt helemaal klaar mee was.
Omdat je dan eigenlijk toch steeds meer weer mocht. Maar dat het toen weer strengere maatregelen waren, waardoor je juist echt... Ja, je had eigenlijk een soort van geroken aan de vrijheid en toen werd het je eigenlijk weer afgenomen. Ja. Dus ik heb de tweede golf in die zin wel echt... Die klapte er wel iets harder in bij mij. Ja. En hoe zien jullie dagen er nu uit? Nou, voor mij is het... ik mag af en toe wel naar kantoor. Ik zit met 4 andere bestuursgenoten, dus dat is wel... Vind ik in ieder geval heel fijn, want... Ja, ik heb ook 2 weken in quarantaine gezeten in mijn eigen huis. Dat was heel heftig. En met 9 anderen is het natuurlijk... Ja, is het lastig om af en toe je rust te vinden. Dus steek je dan ook... Hebben jullie elkaar ook al toen aangestoken? Of hoe ging dat? Nee, ik heb helemaal niemand aangestoken. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar jij hebt corona gehad? Ja, ook klopt inderdaad. Ja, ik heb corona gehad. En ook, ik ben ook echt 2 weken ziek geweest. Dus dat was niet fijn. Mm-hmm. Maar gelukkig is bij ons niemand ziek geworden toen. Dus dat was wel opluchting. Iedereen is ook in quarantaine gegaan toen. Maar voor hen was het toch iets gezelliger dan voor mij. Maar hoe is dat dan? Want ik hoorde laatst ook een student en die had het over spanningen in huis. Dat als dan de één corona heeft, dan moet het hele huis in quarantaine. Zijn er dan ook spanningen in het huis? Van jongens, let nou eens goed op. Want ik wil gewoon volgende week dit kunnen doen. Nu moeten we weer allemaal thuis zitten. Hoe gaat dat? Ja, ik denk dat jullie daar beter over kunnen vertellen. Want er zijn wel wat spannende momentjes geweest. Dat we elkaar op de regels moesten aanspreken. Dat is dan af en toe komt er dan wel een beetje een conflict. Maar ik denk dat we over het algeheel bezien het als huis wel goed hebben doorstaan. Wat dat betreft. We hebben geen echt knallende ruzies gehad. Bijvoorbeeld 1 keer moest ik ook eigenlijk in een soort van persoonlijke quarantaine dan op mijn kamer. Omdat ik iemand had gezien die positief getest was geweest. Maar ik had zelf het idee van die kans is zo ontzettend klein. En ik werd gewoon helemaal gek van het idee om... Echt alleen op mijn kamertje te zitten. Mm-hmm. Dat ik toen... toen voelde ik zelf in ieder geval wel wat frustratie. Ja. Maar het is gelukkig ook goed gekomen. Jullie wonen met 10 in huis, toch? Ja, klopt. Wat voor regels hebben jullie met elkaar afgesproken? We hebben sowieso... houden we ons wel aan de richtlijnen aan... hoeveel mensen er in huis mogen komen. Mm-hmm. Dus dat hebben we in huis. En we hebben ook wel een tijdje dan gehad... Toen nadat Denise ziek was geweest, dat we echt weer een weken call was eigenlijk van oké jongens, let allemaal wel weer gewoon op. Mm-hmm. En we hebben nu gewoon de regels dat we maximaal 3 gasten uitnodigen. Dus er zijn nooit meer dan 3 gasten in ons huis. Mm-hmm. Tegelijkertijd. Dus ik vind eigenlijk dat het wel verbazingwekkend goed gaat. We respecteren allemaal elkaar en ik vind het dat het wel echt heel fijn gaat binnen het huis. Dus bij jullie gaat het redelijk goed. Maar horen jullie ook om je heen dat mensen met klachten kampen, dat mensen somberder worden, eenzaamheid? Hoor je dat om je heen? Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat het bij ons niet per se niet is dat iedereen zich super goed voelt, hoor. Want ik bedoel, voor een paar huisgenoten is het ook wel wat, voor sommigen is het gewoon lastiger dan voor anderen. Mm-hmm. En ik heb dan het geluk dat ik nog heel veel mensen kan zien. Yeah. En ik denk dat wij ook allemaal wel het geluk hebben, want we zitten dan bij een centvereniging in Utrecht, bij Veritas. Yeah. En wij zijn allemaal 4e, 5e jaars. Dus dan heb je ook al een jaarclub gevormd. Je hebt al bepaalde groepen, je hebt al bepaalde vriendengroepen. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld, als je nu dus eerstejaars bent, dan heb je dat allemaal nog niet. En we hebben ook een huisgenoot, die woonde eerst in de studio. Mm-hmm. En die is daarna bij ons komen tijdens de coronacrisis. Maar die heeft zich zeker wel eenzaam gevoeld, voordat ze bij ons kwam wonen. Dus die was ook erg blij dat ze op een gegeven moment gewoon mensen om zich heen had. Gezelligheid. Ja, zeker. Ja, ik kan me wel voorstellen, in je eentje, dat word je gewoon gek op een gegeven moment. Ja. Majesteit, heeft u misschien al een vraag of een opmerking? Ja, nou, ik weet dat deze echt... De discussie ging ook over niet alleen prestatiedruk, maar ook nog teleurstellingen. Sorry. En dus ik wilde gewoon vragen hoe daar die discussie echt hier ging. Want de hele corona heeft ook heel veel teleurstelling gebracht. En natuurlijk heel veel dingen die doorgaan, die je echt niet mogen, niet kunnen. En dat moet je echt ook overheen. Niet alleen maar het nieuwe regeltjes thuis. En eigenlijk... Als je, zoals je net zei, als je woont met allerlei vrienden, dat is al veel beter dan alleen wonen als je werkt. En, dus de sociale is misschien niet zo heftig en relatief, maar wel dat heel veel dingen niet meer mogen. En ook qua studie veel minder duidelijk is waarschijnlijk. Dus ik zou heel graag willen weten.
Nou, als je, je had het net ook over het verschil tussen de eerste en de tweede golf. Ik denk dat één belangrijk verschil is dat het nu enigszins ook wel weer... Ben jij gewend dat het allemaal niet mag? Al die feestjes, festivals, dat soort dingen. Want ik weet nog wel dat tijdens de eerste golf dat we echt wel flink zaten te balen van wat er allemaal één voor één toen omviel qua leuke dingen die we in vooruitzicht hadden. Ja, precies. En nu ga je er al, eigenlijk al niet meer vanuit dat je dat kerstbevoeg met een hele goed groep mag. Dus dat is dus wat er al, dat is zeg maar, een nieuwe framework, zeg maar, waar je in denkt. Ja. Maar af en toe word je nog steeds wel van bewust dat je dus heel veel dingen mist die je misschien een jaar geleden wel had gebeurd. Maar dat is ook wel, ik denk, het verschil dat nu heb je niet echt kaartjes gekocht voor een festival wat niet door kan gaan. Nee, precies. Dus je denkt er überhaupt niet eens aan. Nee, maar dat komt wel dan... elke keer weer teleurstellingen. Want er gaan wel elke keer dingen niet door die je dan toch wel, toen die restige maatregelen weer kwamen. Ja. Toen waren er weer dingen die niet doorgingen, zeg maar. En in de zomer was het dan soms soepel, soms niet. En voor ons in ieder geval, voor alle studentenverenigingen, was het echt een hele harde klap dat alle introductieweken niet doorgingen, terwijl die er allemaal al lagen. Dus daar ben je een half jaar lang mee bezig, met het organiseren van zoiets. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen in de samenleving, is dat elke keer weer een probleem. Maar ik denk dat voor studenten wel, dat wij wel het meeste moeten inleveren. Ik zou zeggen, omdat wij gewoon normaal gesproken de meeste mensen zien, wij doen gewoon superveel eigenlijk buitenshuis. Mm-hmm. En nu ben je gewoon alles alleen met je eigen huis aan het doen. Dus dat is gewoon, echt balen. Ja, zeker. Ja. Ja, en de challenge van vandaag is ook omgaan met teleurstellingen. Jullie noemen het al, er zijn best wel veel teleurstellingen dit jaar geweest. Hoe dealen jullie daar zelf mee? Word je er makkelijker in? Van, dat gaat ook niet door. Ik merk wel dat ik nu elke keer, als er wat gepland wordt, dat ik dan al een soort van mentale notitie erbij maak van, het zou zomaar kunnen dat het ook niet doorgaat. Ja. Als je nadenkt over wintersport of oud en nieuw, hoe je dat gaat doorbrengen. Dan denk je wel altijd van, je moet altijd wel nog maar zien of dat ook echt door kan. Ja, dus anticipeert al wat meer. Ja, precies. Ja. Oké. Misschien een vraag. Een is dus misschien met, niet te kunnen gaan op een race of zoiets. Maar neem ik aan dat jullie ook of stages of werk proberen te regelen op een gegeven moment. Meer die oudere jaars. En dat is op dit moment ook heel moeilijk. Zo'n praktijk doen. Dus, en dat is ook enorm teleurstellend. Dat doet enorm aan je studie natuurlijk. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Misschien, ik heb niet precies gehoord in welk jaar jullie waren. Dus weet niet of dat voor jullie geldt of niet. Nou, ik kan toevallig met mijn scriptie moet ik eigenlijk ook... Of is er de optie om een stage te lopen vanaf februari voor een half jaar? En ik zat daarover na te denken van wil ik dat eigenlijk wel? Want als je een stage loopt waarbij je alleen maar thuis achter je laptop zit en nooit iemand van het bedrijf echt in levende lijven ook ontmoet, dat is natuurlijk een hele andere ervaring dan wanneer je echt meedraait en de sfeer op de werkvloer meekrijgt ook. Maak je daar zorgen over? Of je dan wel gezien wordt? Hoe denk je dat de studenten daar nu in staan als je stage eigenlijk thuis loopt? Ik denk dat, ik ken wel mensen die ook bijbaantjes hebben inderdaad, en die dat eigenlijk volledig vanuit huis doen. Mm-hmm. En die hebben inderdaad wel moeite met zorgen dat ze bijvoorbeeld genoeg te doen hebben en dat inderdaad mensen weten dat ze überhaupt zijn. Het is natuurlijk veel leuker en makkelijker om gewoon bij de koffie even iemand aan te spreken dan dat je een mailtje moet sturen of een Zoom-uitnodiging. Het is lastig om contact te maken. Ik zie dat er wat vragen zijn van de chat. Ja, Nienke. Robin stelt een vraag aan Gijs. Robin heeft het gevoel dat ze helemaal niks bereikt en voelt zich daar schuldig over. Terwijl ze weet dat ze er niks aan gaan doen. Hoe kun je daar best mee omgaan met deze tijd? Ja, dit horen wij echt heel vaak terug. Dat mensen nu ook van zichzelf kunnen gaan balen. Omdat ze gewoon minder uit de vingers krijgen dan voorheen. En omdat je minder voor elkaar krijgt dan voorheen. De eerste stap is toch erkennen dat je nu gewoon minder productief bent. Online werken is ingewikkeld. We kunnen ons best concentreren online, maar ook niet de hele dag. We missen het offline, zeg maar, de dynamiek van elkaar ontmoeten, wat jullie net ook zeiden bij de koffieapparaat en in de meer informele sferen. Dus het begint bij even vaststellen dat je nu gewoon minder voor elkaar krijgt. En dat is heel moeilijk. En we weten ook dat eigenlijk de jongere generatie is er echt eentje van presteren. En we zijn allemaal opgevoed met het idee dat we alles kunnen worden als we ons best doen. En dat valt natuurlijk nu met corona wel erg tegen. Dus ik denk vaststellen dat het zo is en een beetje lief zijn voor jezelf, dat je nu iets minder voor elkaar mag krijgen.
Zijn er nog meer vragen uit de chat? Jazeker. Ik heb aan dat ze optie tegen de start van haar carrière, omdat het waarschijnlijk vanuit haar huis al zijn achter haar pc. Heb je daar tips voor? Wij krijgen veel vragen van mensen die werken en ook mensen die het moeite hebben om ingewerkt te raken en de collega's te leren kennen. Het moet online. Dat is nu toch voor heel veel mensen de realiteit. Dus zorg ervoor dat je met je leidinggevende of met een HR-manager, dus Human Resource Manager, iemand die gaat over dit soort processen in contact bent op je werkplek. En dat je een goed programma maakt van ja, hoe ga ik mezelf eigenlijk thuis maken in dit bedrijf? Welke cultuur speelt er? Kan ik mijn collega's leren kennen? Dat zal toch heel deels digitaal moeten gaan. Zijn er nog meer vragen uit de chat die we kunnen beantwoorden? Even kijken, mijn stage wordt uitgesteld. Daar krijg ik veel stress van. Hoe kan ik omgaan met die teleurstelling? Wij weten nu uit onderzoek, niet dat dat verzachtend is, maar we weten dat ongeveer de helft van de jongere generatie rapporteert stressklachten. In die zin ben je nu niet alleen met die stressklachten en die teleurstellingen. Dus de somberheid, de spanning, het angst, piekeren, teleurstellingen, dat is iets wat echt op dit moment door velen gedragen wordt. Ik denk dat die wetenschap, dat je er in ieder geval niet alleen voor staat, dat kan helpen om ermee om te gaan. En dan voel je dat en dat is een rotgevoel. Dan is mijn advies om er niet meteen van af te willen. Dus sta maar even stil bij hoe je je voelt. En stel vast, ik ben teleurgesteld, ik heb stress, ik baal van deze situatie. En ik denk vanuit dat accepteren van hoe dat dan is en hoe jij je dan voelt, kun je gaan nadenken, oké, waar heb ik nog wel controle op? Dus waar kan ik invloed op uitoefenen? Dus maak die grote situatie rondom corona en om die teleurstelling, maak dat klein naar iets wat je vandaag misschien wel kunt doen. Dus zoek naar iets waar je controle op kan uitoefenen. Iets kleins, iets om te doen, iets om te communiceren met een vriend, vriendin of collega, et cetera. Ik was ook nog benieuwd, we hebben natuurlijk nu wel over alle problemen en over de klachten, maar wat zijn positieve dingen? Wat zijn dingen die jullie gaan meenemen als deze coronaperiode voorbij is? Misschien denk ik toch wel wat blijer zijn met de kleine dingen. Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is gewoon onwijs leuk ook om, want vroeger was het gewoon vooral met grote groepen afspreken en met veel, maar het is ook gewoon superleuk om nu bijvoorbeeld met z'n drieën af te spreken en gewoon een rondje te lopen. Rondjes lopen is trouwens ook echt een ding wat echt helemaal dat is gewoon superleuk en dan gewoon samen een koffietje halen. Het hoeft allemaal niet heel groot te zijn. Mm-hmm. Het kan ook gewoon heel simpel. En over wat jij net zei, ook dat als je er geen invloed inderdaad op kan uitoefenen, wat natuurlijk zeg maar wel echt het geval is met corona, dan is het ook een soort van, dan is het niet echt zinvol om erover te stressen. Mm-hmm. Dus dan kan je eigenlijk een soort van ook denken van, is er een probleem, kan ik er iets aan doen? Ja, nou dan hoef je niet te stressen, kan ik er niks aan doen? Nee, dan hoef je er ook niet over te stressen eigenlijk. Goeie houding dan. Ja. Ik sluit me daar wel bij aan hoor. Ik denk dat vooral in het begin werden we even allemaal helemaal weer naar de basis gebracht. Gewoon, wat vind je nou eigenlijk zelf belangrijk? Welke mensen wil je echt zien, welke niet? In ieder geval, ik had zelf gewoon altijd heel veel afspraken, feestjes, dingen. Dus ik had echt gewoon elke dag volgepland zitten. En ik ben echt blij dat nu mijn bestuursjaar, ben ik daar wel goed mee bezig. Maar dat ik daar gewoon echt even, ik hoefde niks. Ik moest mijn scriptie afmaken en dat was het. Dus dan ga je ook echt alleen afspreken met mensen, na het één op één veel meer praten. Dus dat was wel eigenlijk heel fijn. Veel persoonlijker. Ja, veel persoonlijker inderdaad. Ja. Ja, ik had zelf ook vroeger veel meer het idee dat ik altijd nog wel iets naast mijn studie kon en dan ook zou moeten doen. Mm-hmm. Want als er wat tijd over was, dat ik dan dacht, dan kan ik dat ook nog wel vullen met iets nuttigs. En dan ging ik iets extra curriculairs doen. Ja. En dat idee had ik nu ook nog wel eerst, maar toen ging ik een beetje rondkijken en dacht ik ook bij die dingen van, het is voornamelijk online. En toen daalde een beetje het besef in van, in die eerste golf was het eigenlijk ook gewoon heel fijn om alleen maar studie te hebben. Ja. En verder heel veel tijd voor de kleine sociale kring dan die je dan nog hebt. Mm-hmm. Maar dat besef van, het is ook gewoon goed om niet elk uur wat je over hebt, zeg maar, te vullen met iets.
klassiek nuttig, ja, zeg maar. Ja, precies. Mooi inzicht. Ik zie dat we het afronden. Majesteit, we zijn bijna door deze tijd heen en we gaan naar het volgende onderdeel. Wilt u nog iets afsluitend zeggen? Ja, wat ik wil vragen, was ik vond het zo mooi dat jullie echt net zeiden dat voor de coronatijd was altijd zoveel afspraken met zoveel mensen en misschien te veel en heel druk. En nu gaat het over veel kleinere groepen, veel. En ik vraag me af of jullie dus daardoor eigenlijk minder eenzaam voelen. Want soms ben je omgering met duizenden mensen, ben je de hele tijd gewoon met duizenden bezig en het lijkt allemaal met zoveel echte lawaai en geruis, maar niet echte goede relaties waarmee je echt kan delen. Dus ik vroeg me af of dat zich vertaalde in meer met iemand echt in contact te zijn, of niet? Ik denk het wel eigenlijk. Ja, inderdaad, eigenlijk dat je de sociale contacten die je hebt van hogere kwaliteit zijn eigenlijk voor je gevoel. Dat is een beetje, staat in verhouding tot de momenten dat je hiervoor inderdaad in een grote groep eigenlijk af en toe zelfs eenzaam kon voelen. Juist omdat het dan een grote groep was misschien. Niet dat ik dat heel vaak had hoor, maar als ik er nu zo over nadenk is dat best wel een grappig en goed inzicht om te hebben dat het uiteindelijk veel meer draait om die kwaliteit van je contacten en dat die veel makkelijker hoog te krijgen is als je je aandacht focust op een kleinere groep. Ik denk dat het voor ons wel makkelijk is om te zeggen, omdat wij natuurlijk al een groep hebben waarmee we al echt goed bevriend zijn. Dus dat het anders is als jij dus, kom ik weer terug op de eerstejaars, maar als jij dus net studeert, dan is het wel echt heel vervelend dat je af en toe, dat je maar met twee mensen kan afspreken, of drie. Want dan heb je nog niet echt die connectie en die ga je dan ook, ja, dat duurt even voordat je die hebt opgebouwd. En wij hebben die al best wel opgebouwd met een aantal mensen. Dus, maar ik sluit me daar wel mee aan. Ja, ik denk wel dat ik... Ik voel me nu gewoon niet eenzaam. Is daarmee uw vraag beantwoord, Majesteit? Absoluut. En ik begrijp ook de eerste juist verschil met de rest. Absoluut. Dat is echt helemaal zo. Maar heel veel dank. En dank dat u allemaal hier dit doet. Want dit zijn echt hele bijzondere tijden. Die vraagt een bijzondere manier om naar ons leven te kijken. En andere set van tools en instrumenten om daarmee te dealen. Laat maar zo zeggen. Dus heel veel succes met... scripties en werkzaamheden. En wie weet, volgend jaar hebben we een beetje meer vrijheid. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank u wel. Namens Mind en alle studenten bedanken we u voor uw warme betrokkenheid. Ja, dank u wel. Dan gaan wij nu door naar het tussendoortje. We laten jullie nu een filmpje zien uit de Mind Young Academy. Dat wordt gebruikt op scholen om psychische problemen bespreekbaar te maken. Hoi, ik ben Michelle, ik kom uit Haarlem. Waar ik heel veel van hou zijn honden. Al mijn hele leven lang, maar ik heb er nog geen één. IJs vind ik heel erg lekker. En wat ik stiekem ook heel erg leuk vind om te doen is naar de schapenboerderij op Texel. Dat zijn dingen waar ik nu heel blij van word. Maar er was ook een moment in mijn leven dat ik niet zo goed wist waar ik überhaupt blij van werd. En dat begon bij mijn studiebegeleider op school. Die me even apart nam omdat ze het idee had dat ik misschien wel meer deed dan wat er nodig was op mijn stage. Ze vroeg of ik even wilde zitten en ik snapte eigenlijk niet waarom. Ik dacht, volgens mij gaat het wel goed. En uiteindelijk bleef ik erg gehuild. En toen voelde ik me echt doodongelukkig omdat ik echt dacht, jeetje, wat heb ik mezelf verwaarloosd. En zij raakte echt precies de goede snaar. Ik had alleen geen idee wat ik moest doen. Het liefste wilde ik gewoon meteen weer doorgaan waar ik mee bezig was. Zij dacht, misschien kun je 2 weken thuis zitten. Dat vond ik echt het slechtste idee ooit. Ik moest gewoon werken, thuiswerken, oké. En die 2 weken die werden toen een paar maanden. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Als ik terugkijk, zie ik dat die stress eigenlijk al veel eerder is begonnen. Ik weet nog heel erg goed dat in 2015 een aanslag was in Parijs. En misschien weet je dat ook nog wel. Maar dat greep mij toen echt heel erg aan. Toen dacht ik voor het eerst van, wow, wat komt dit dichtbij? Ik werd daar gewoon heel erg angstig voor. En ik ging bijvoorbeeld omwegen nemen op het Centraal Station.
Ik nam bepaalde trams die naar mijn idee rustiger waren. En ik was er heel erg op gefocust. Dat was echt wel anderhalf jaar zo. En op een gegeven moment ging ik stage lopen bij een grote commerciële organisatie. En toen ik daar werkte, dacht ik van, oh yes, ik ben eindelijk een beetje van die angst af. En achteraf denk ik, nee, er was gewoon helemaal geen ruimte voor die angst, omdat ik het zo druk had. Ik was gewoon volledig bezig met mezelf bewijzen, laten zien dat ik het kon, het goed doen, presteren. En ik sloeg daar echt in door. En ik weet nog ook heel erg goed dat we gingen lunchen. We hadden dan een tafel staan, dan ging iedereen zitten. Hadden we lunch gehaald in de kantine. En ik zette mijn bord neer. Maar ik voelde me zo verdrietig dat ik het niet kon opbrengen om daar te gaan zitten. Dus toen liep ik naar de wc en toen moest ik keihard huilen. En heb ik heel erg mijn best gedaan om mijn ogen zo min mogelijk rood te laten lijken. Want stel je voor dat iemand ziet dat het niet goed met je gaat. Dat je niet sterk genoeg bent voor die organisatie. Toen kwam ik terug en niemand vroeg hoe het eigenlijk ging. Er was geen ruimte voor. En achteraf denk ik, als ik eerder de tijd had genomen om stil te staan bij de klachten die ik ervaarde, dat ik dan zelf eerder had nagedacht, hoe gaat het eigenlijk echt met je? En me bewust was geworden dat ik gewoon over mijn grens was gegaan. En wat ik jou ook mee wil geven, is dat stress en alle klachten die je kan ervaren misschien best wel mooi kunnen zijn, omdat ze je een teken geven dat het niet goed met je gaat en dat je even kalm moet zijn. Je lichaam werkt gewoon zo goed en ik gun je dat je daarnaar luistert. En als ik het zo vertel, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe voelt het voor jou als je gestrest bent? Ja, we zijn weer terug. Bente, waar krijg jij stress van? Ik krijg stress van presentaties. Ja, en soms ook wel van het feit dat je het gevoel hebt alsof je in een stroomversnelling zit. Dat je, waar je niet echt uit kan gaan. Want eigenlijk als je hebt de ene deadline nog niet afgerond of de volgende staat al op de stoep en stoppen is niet echt een optie. Dus dat kan ook wel stressend zijn alsof je echt over je heen dendert. Hoe ga je ermee om? Ja, gewoon doen eigenlijk. Beetje voor jezelf relativeren. Van ja, het is niet het belangrijkste om alles in één keer te halen. En het is niet het eind van de wereld. En misschien wat duidelijker voor mezelf op papier zetten. Wat ik dan precies moet doen, zodat het wat hapbaarder wordt. Waar krijg jij stress van? Als ik me heb voorgenomen, of het idee heb dat ik een paar uur lang echt goed moet studeren en dan lukt het alsnog niet. Dus dan bijna een soort van zelfversterkende stress nog van, oh, ik heb een deadline, die komt eraan en het lukt maar niet om te werken. En dan krijg je daar nog meer stress van. En ga je dan harder werken of blokkeer je juist? Eerst blokkeer ik en dan als het echt niet meer anders kan, dan komt het er ineens allemaal uit. Dan moet je gewoon echt. Maar dat voel je ook echt fysiek, dat je soort eerst komt er veel meer spanning in. En dan moet dat er allemaal uit en dan gaat het er, ja, dan ontspan je pas weer. Zeg maar. En komt het dan meestal goed? Of, Het komt meestal wel goed hoor. Okay. Ja. Okay. Eigenlijk altijd nog. Tot nu toe wel. Tot nu toe wel. Nu die scriptie. Waar ik stress van krijg. Ik moet zeggen dat ik wel echt gezonde stress heb. Als in wat jij net ook al zegt, van dat het dan. Ja, bij mij helpt het echt heel goed om goed te presteren eigenlijk. Mm-hmm. Het kan ook positief zijn natuurlijk. Hè? Ja, dus ik vind dat altijd wel fijn als ik het een beetje voel. Want als ik het niet voel, dan gebeurt er ook weinig. Mm-hmm. Maar waar ik echt stress van krijg, is gesprekken met belangrijke mensen. Interview. Hoe vond je dit nou net al? Met ja, dit vond ik wel een beetje spannend. Ja. Maar dat is ook leuk natuurlijk. Maar ja, tuurlijk heb je dan wel een beetje kriebels. Maar inderdaad, en uiteindelijk komt het ook wel allemaal goed. Maar ja, zeker. Gezonde spanning is dat eigenlijk gewoon. Okay. Ja. En Gijs, waar krijg jij stress van? Nou, alle ballen in de lucht houden. Dus ik heb een drukke baan en een jong gezin. Andere fase dan waar jullie in zitten. Maar dat vraagt veel qua combineren van activiteiten. Mm-hmm. En al die ballen in de lucht houden herken ik ook nog wel uit mijn studententijd. Je hebt toch ook zoveel verschillende dingen te doen. En dat is eigenlijk best stressvol. Dus die scriptie heb ik gelukkig afgerond, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het allemaal spanning ook met zich meebrengt. Ja, en hoe deal jij dan met je privéleven en je werk en dat allemaal de ballen hoog houdt? In mijn geval hou ik mijn leefstijl op orde, dus ik drink een stuk minder dan toen ik student was. Dus dat is echt door de week
niet. En dan op vrijdagmiddag misschien een borrel. Mm-hmm. En verder wandel ik elke dag naar mijn werk en ik wandel weer terug naar huis. Dus bewegen is voor mij heel belangrijk. Ja, en zorgen dat je toch ook prioriteiten stelt in je agenda. Wat vind ik nou echt belangrijk om te doen? Dat is eigenlijk dagelijks weer de vraag die je moet stellen. Dat je 's ochtends zo je dag begint. Ja, even je dag beginnen met een planning van wat zijn nou de 3 of 4 dingen die ik echt moet doen vandaag. Mm-hmm. En aan het eind van de dag het liefst ook even terugkijken. Is het ook gelukt met wat ik wilde doen? Dus dat je daar een soort ritme in vindt. Okay. Dat kan erg helpen. Ja. Nou, en ook een vraag die we aan elke spreker gaan stellen is, hoe was jouw studententijd? En wat waren jouw struggles? Ik heb een hele leuke studententijd gehad. Ik ben een wat atypische psycholoog, want ik heb aan de TU Delft gestudeerd. Dus ja. Ik ben afgezet als werktuigbouwkundig ingenieur en later heb ik pas psychologie gestudeerd. Van waar die switch? Want het ligt niet heel dicht bij elkaar of zo. Nee, ik denk achteraf, de korte versie is, laat ik hem voor je kort houden, is dat ik hou van technologie, wiskunde, natuurkunde en mensen. En dat ik eerst voor die wiskundekant ben gegaan en later pas voor de menskant. Mm-hmm. En ik weet gewoon nog in mijn studententijd, er komt zoveel op je af. Dat wil je ook als student. Dus je wil heel veel mensen ontmoeten. Je wil in een studentenhuis, bij een studentenvereniging, een bestuur doen. Aan de ene kant is dat natuurlijk allemaal heel erg gaaf. Maar de lat ligt steeds hoger met binnen studieadvies. En de druk staat toch altijd op de ketel. Want heb jij nog bijvoorbeeld, nou waarschijnlijk wel, studiefinanciering gehad? Ja, ik ben geen nog ook... BSA, ja, en ik, nee, ik hoef ook helemaal geen... Gouden tijd. Ja, ik heb 7 jaar over mijn studie gedaan. Dus ik ben niet... de huidige generatie mag dat niet meer. Nee. Maar dat lijkt me heel stressvol. Zij moeten veel. Ja. En ik vond het al veel in mijn tijd. Ja. 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 Oké. Okay. En bepaalde struggles die je had, hoe ben je er toen mee omgegaan als student? Ik denk veel praten toch met anderen, ook in een studentenhuis waar ik veel steun uit heb gehaald. Mm-hmm. Ik kan me gewoon een periode van liefdesverdriet herinneren en dan kon ik toch ook wel gewoon thuis met vrienden daarover praten. Dus voor mij was vooral het delen met anderen denk ik erg nuttig. Belangrijk. Ja. 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 Oké. Okay. En als je nu kijkt naar, ja, we zitten in de tweede golf, in het begin had iedereen nog zoiets van, jongens, we gaan ervoor, we houden ons aan die maatregelen. En nu zie je dat het verzwakt. Dat het duurt nog lang, we moeten de winter nog door. Hoe blijf je gemotiveerd? Ja. Nou, ik zeg wel eens over dit dilemma, zeker richting studenten. Eigenlijk is het gezond gedrag dat ze zich niet aan de maatregelen willen houden. Ja. Dus als jij voelt dat je de neiging hebt om je anders te gedragen dan opgelegd. En dus nabijheid zoekt en mensen wil ontmoeten. Op zich is dat een gezonde reflex. Dat hoort bij de leeftijd, bij de ontwikkeling. En dat heb je gewoon nodig in die fase. Mm-hmm. En aan de andere kant is het dilemma dat je ook wil zorgen dat de volksgezondheid op orde is en dat je mensen niet te veel besmet. En dat je dus ook geen risico vormt voor anderen. Dus dat is best wel een ingewikkeld dilemma. Ja. Eigenlijk is daarin zorg goed voor jezelf. Dus wij zeggen altijd een aantal dingen. Zorg voor structuur in je dag. Zorg voor een goede leefstijl. Drink dus niet te veel. Alcohol kan echt heel erg somber maken. Ook al is het lekker. Toch mee oppassen. Zorg dat je iets leuks hebt om te doen en dat je kan verbinden met anderen. Dus zoals jullie het huis omschrijven, daar haal je heel veel steun uit in deze periode. En dat is echt ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar ik besef me ook dat er heel veel mensen waarschijnlijk op de livestream zitten die niet in een gezellig studentenhuis wonen en die zich daardoor anders voelen. En eenzaam zijn. Ja. 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 En wat ook nu zo is dat alles speelt zich af in één kamer, in je slaapkamer. Je hebt er college, je slaapt er. Het is, hoe kun je dan je concentratie goed behouden? Ja, dus normaal heb je altijd een soort overgangsfases op de dag. Dus dan, je hebt 's ochtends een ontbijt, dat is eigenlijk een ritueel. En daarna ga je misschien op de fiets naar de universiteit, dat is ook weer een ritueel. En dan op de universiteit ga je een bak koffie halen of iets anders. En ook dat is weer een ritueel. En dan heb je elk 3 kwartier heb je waarschijnlijk een kwartier pauze van college. Dat zijn allemaal kleine rituelen op de dag. Mm-hmm. En die moet je weer inbouwen. Want die zijn niet meer zo standaard als voorheen. Dus als jij de hele dag op je kamer moet acteren, begin toch de ochtend uiteraard met dat ontbijt. Loop een blokje om, dus die wandelingetjes zijn erg belangrijk. En begin dan pas met die laptop en met dat proces van studeren en online met elkaar verbinden. Ja. Maar bouw rituelen in, zorg dat je luncht, zorg dat je op tijd de dag afrondt, zorg dat je avondeten op orde is. Dus ja, wees je bewust van al die kleine overgangsmomenten en bouw ze alsnog weer opnieuw in. Ja, dus creëer die structuur voor jezelf. Ja, ja, ja. Oké, okay. En ja, ik denk ook dat je een beetje een splitsing hebt tussen studenten. Dat
de ene student zich over gaat werken thuis. Dat ze denken, ik heb heel veel tijd, dus nu moet ik het heel goed doen en heeft last van perfectionisme. En je hebt studenten die denken, ja, ik heb helemaal geen zin in al die rituelen. Ik heb gewoon geen zin, ik kom niet aan het werk. Het is zo lastig. Wat moet je dan doen? Ja, nee, ik maak me dus ook wel echt zorgen over die eerstejaars, al eerder genoemd. Hè? Dus die moeten eigenlijk nog leren studeren. Ja. En in wat voor omgeving leer je nu studeren? Dat is toch ingewikkeld. Ja. Zeker als je niet in een studentenhuis zit of niet naar ouderejaars kan kijken hoe ze dat doen. Ja. En dan voor de twee groepen, ja, geldt allebei, zoek het midden op. Het is een beetje cliché, maar als je perfectionist bent, dan is toch het advies van mag het ietsje minder zijn. He, dus begrens jezelf in de tijd. Zeg oké, het is nu 6 uur 's middags, ik ga stoppen. Of het is nu 8 uur 's avonds, het is klaar. Ik maak er geen nachtwerk van. Mm-hmm. En de student die nu de impuls voelt om zeg maar helemaal passief te worden, ja, die moet zich ook beseffen dat die passiviteit uiteindelijk niet helpt. Dus blijf een beetje in actie. Mm-hmm. En voor allebei zou ik zeggen, ga heel veel sporten. Dat is altijd goed in deze fase. Oké, dus veel sporten. Ja, veel sporten. Ik zie dat er wat vragen in de chat inmiddels zijn. Nienke, kun je vertellen welke vraag er is? Yes, het gaat in de chat over huilen. En iemand geeft aan, huilend iedereen, als het maar niet te veel is. Waarop een ander zegt, dat vind ik dus lastig. Wanneer is het te veel? Ben ik nu somber, depressief of hoort dit erbij? Ja, dus somberheid hoort bij het leven. En we zijn allemaal wel eens somber. En dan is het de vraag van wanneer is het nou te veel somberheid? En dat zou kunnen zijn dat als het bijvoorbeeld heel lang aanhoudt en je merkt dat je niet meer opveert in je stemming. Dus eigenlijk is het de eigenschap van een emotie en ook van somberheid is dat het komt en ook weer gaat. Dus we zijn nooit altijd somber, we zijn nooit altijd verdrietig of altijd angstig. Maar als je dus merkt dat er geen rebound is op de somberheid, dus dat je niet op een gegeven moment er weer uitkomt, dat zou een moment kunnen zijn dat het mogelijk te veel wordt. En daarvan hebben we in ons vak gezegd, als dat nou 2 weken duurt, dus dat je eigenlijk 2 weken lang voornamelijk somber bent en niet meer echt opveert, dan is het advies toch om er met iemand over te praten. En bijvoorbeeld met een professional. Dat kan ook bij Mind, dat kan bij ons, dat kan op andere locaties ook of met je huisarts. Zijn er nog meer vragen? Ja, een vraag voor de studenten. Wat kan de universiteit of je school eraan doen om de prestatiedruk te verminderen? Onder andere BSA afschaffen, denk ik. Kun je het nog een keer zeggen? Het BSA afschaffen. Je hebt nu het binnenstudieadvies, dus je moet een bepaald aantal punten halen, anders dan mag je niet door met je studie. Ja. Ja, als je dat daardoor wordt de druk alleen maar hoger. Als het een beetje tegen zit of nu al helemaal is dat gewoon hartstikke nodig. Ik bedoel, we kunnen wel proberen inderdaad die structuur in onze dag op te bouwen. Maar op een gegeven moment, als de deurbel gaat, moet je toch de deur open doen. Als iemand aan het stofzuigen is in de gang, dan word je toch even uit je concentratie gehaald. Je kunt het wel proberen, maar het is super lastig om met deze omstandigheden gewoon goed te kunnen studeren. Dus meer afleiding. Ja, niet naar zeker. Je af te sluiten. Ja, precies, zeker. Ja. En het is gewoon heel moeilijk. Die structuur, je kunt wel die handvatten hebben, zeg maar, van en zeggen van iemand moet structuur. Maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Mm-hmm. Ik denk niet dat iedereen dat echt, dat iedereen dat goed kan. Ik denk dat het echt lastig is voor sommigen. Mm-hmm. Maar wat was nog meer, wat was ook weer de vraag? Wat kunnen de studenten? Oh ja, wat kan nog meer? Ja. Nou, ik denk ook ondersteuning bieden in wat Gijs allemaal noemt. Dus die structuur inderdaad aanbrengen en zorgen dat er een bepaalde infrastructuur is waar ze terecht kunnen als er toch problemen zijn. Zoals studentpsycholoog en zo, dat allemaal in orde is. Want volgens mij, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar er was ook wel een tijd dat daar behoorlijke wachtlijsten voor waren. Dat je ze weet te vinden. Ja, precies. Ja, zeker. Ja, dus sluit ik me helemaal bij aan. Aandacht vragen voor dit soort dingen. Zeker. Er zijn ook al wel veel universiteiten waarvan ik weet dat ze dat wel hebben. Dat ze hele... plekken hebben waar je online je hart kan luchten eigenlijk. Maar dat zou echt overal zo moeten zijn. Want het moet gewoon heel laagdrempelig zijn om met iemand te gaan praten. En dat is wel af en toe lastig als student. Want dan praat je toch liever met iemand van jouw leeftijd ook. Dus ja, vertrouwenspersonen zijn ook natuurlijk heel belangrijk. Dat die worden aangesteld. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Nog een vraag, Nienke. Yes. Iemand krijgt stress van zijn of haar eigen verwachtingspatroon.
Wat kun je daarmee? Ja, dat is altijd ingewikkeld, want dat is eigenlijk stress die je dan zelf oproept, omdat je een bepaald idee hebt over hoe iets zou moeten zijn. En als dan de realiteit anders is dan jouw idee, dan komt daar spanning op en dat kan leiden tot stress. Ik zou zeggen, schrijf het in ieder geval eens even op, hoe je dat dan, wat is nou je verwachting? Dus maak een soort A4'tje waar je heel groot opschrijft, mijn verwachting, en daar kan je alles neerpennen wat daarbij hoort. En dan zou je een ander A4'tje kunnen maken, dat is dan bijvoorbeeld hoe de situatie nu echt is. En daar schrijf je gewoon eens helemaal op hoe die situatie nu echt is. En op die manier kun je in ieder geval zeggen, oké, dit is dus hoe ik het graag zou willen, dit is hoe het is. En wat ga ik daar nou mee doen met dat verschil? Wil ik daar iets in? Wil ik dus actie gaan maken om die situatie in het hier en nu te verbeteren richting hoe ik het graag voor me zou zien? Of moet ik mijn verwachting misschien bijstellen? Dus een meer realistische verwachting omschrijven. En dat zou dan het derde A4'tje kunnen zijn. De realistische verwachting, gegeven de huidige omstandigheden. Dus dat zou heel concreet een oefening kunnen zijn die iemand kan doen. Om een klein beetje afstand te maken en met afstand te bezien van oké, zo is de situatie nu. Is er nog een vraag? Mag ik hier trouwens op inhaken? Ja? Is het niet sowieso heel lastig om op dit moment verwachtingen van jezelf te hebben, überhaupt, zeg maar. Want ja, de coronacrisis heeft zoveel impact op ons leven. Dus in hoeverre kun je nog verwachtingen jezelf opleggen eigenlijk? Ja. Nee, ik denk kijk, een beetje verwachting hoe iets moet zijn, hebben we allemaal nodig. Want dat brengt ons in beweging. Dus je wil allemaal een soort stip op de horizon hebben van oké, daar wil ik naartoe. Want dat motiveert. En motiveren komt van bewegen. Dat brengt ons in beweging. Dus als je helemaal geen verwachting meer hebt, of geen hoop eigenlijk, dan kun je er ook heel erg somber van worden. Dus een beetje verwachting is wel goed voor de mens. Maar ik ben het wel echt met je eens dat op dit moment moeten we uitspreken naar elkaar dat de normale verwachtingen zijn nu echt niet haalbaar. En dat is op allerlei gebieden, maar zeker voor studenten. Dus als jullie nu nog steeds een BSA zouden hebben, daar weet ik te weinig van, maar dat is best wel een stressor, kan ik me voorstellen. Zeker voor eerstejaars, tweedejaars. Als nu de lat even hoog ligt als vorig jaar, dan gaat dat ongelooflijk veel stress met zich meebrengen. Ja. Oké. Ja. Is er nog een vraag, Niek? Ja, er wordt veel in de chat gezegd, maximaal 3 uur per dag, dat is toch niet realistisch, of daar ga ik ruim overheen? 3 uur per dag? 3 personen per dag in huis, denk ik. Ja, 3 personen per dag. De chat heeft staan 3 uur. Oh, maar 3 personen per dag, dat dat niet realistisch is om te zien? Of heb je nog... Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Want studenten worden toch wel een beetje als superspreaders gezien. Hoe voelt het voor jullie om tot die doelgroep te behoren en dat vaak zeggen, nou die jongeren die nemen de ziektes, nemen corona weer mee uit Spanje. En ja, hoe is dat voor jullie? Dat, omdat je jong bent, dat je dan minder verantwoordelijk zou zijn. Voelen jullie dat zo? Ja, ik kan wel zeggen, ik kan daar niet zo goed tegen. Want er zijn natuurlijk zeker mensen die de regels overtreden, maar er zijn zoveel studenten en zoveel jongeren die zich wel aan de maatregelen houden ten eerste. Ja. Dus vind ik lastig. Wij zijn natuurlijk jong, wij wonen al met 10 personen, dus dan is de kans überhaupt al veel groter dat jij iemand besmet, zeg maar. Ja. Dat is gewoon zo, dus daar kunnen we zelf ook heel weinig aan doen. Mm-hmm. En we doen echt ons uiterste best om ons aan de maatregelen te houden, maar het is gewoon lastig, ja. En ik denk ook dat jongeren op een gegeven moment wel gewoon behoefte hebben aan perspectief. Want dat is er op dit moment gewoon helemaal niet. Maar komt een vaccin, gelukkig. Nu dat komt hopen we dat tot binnenkort, maar het is natuurlijk wel een verandering met een paar weken geleden. Ja, zeker. En dan nog steeds, als dat allemaal zo gaat als gehoopt, zijn de maatregelen misschien pas alsnog in de zomer helemaal weg. Ja. Dus dat is alsnog wel een vrij lange tijd natuurlijk die je dan nog voor de boeg hebt. De hele winter en lente. Ja, precies. Ja. Ik denk dat je dan er moet gewoon nagedacht worden over hoe jongeren en studenten, hoe ze wel weer fysiek elkaar zouden kunnen ontmoeten. Want op een gegeven moment, het is logisch dat ze op een gegeven moment gewoon klaar mee zijn. Dat het dan op een gegeven moment, wil je elkaar gewoon gaan zien. En dan kun je beter kijken naar oplossingen en wat er wel kan. Ja. Fysiek ontmoetingen in kleine groepen, dan maar met 30. Sneltesten, hopelijk. Precies, met sneltesten. Er kan zoveel. Ik denk dat er gewoon, er moet gewoon met studenten over worden gepraat. Ja.
Ja, en er is natuurlijk ook nog steeds veel onzekerheid. Je weet de hele tijd niet echt waar je aan toe bent. Hoe kunnen we daarmee omgaan, die onzekerheden? Ik ben trouwens helemaal mee eens hoor. Ik zou het heel fijn vinden als er voor studenten een oplossing komt. Ja. Dat je heel moeilijk kan verklaren dat de IKEA heel vol staat. Ja. En dat je mag vliegen, maar dat je dan niet zeg maar met een derde van de groep in de collegezaal mag zitten. Ja. Dus ja, er zit een soort paradox in, wat heel ingewikkeld is. Ja, de onzekerheid voor de komende periode. Het is eigenlijk al wel heel mooi, net ook aan de andere kant verwoord, van ja, als je er geen invloed op hebt, dan kun je er eigenlijk maar beter niet al te druk over maken. Dus dit gaat ook heel erg over de cirkel van invloed. Dus je hebt zeg maar de circle of concern, waar maak ik me allemaal zorgen over? En de cirkel van invloed is meer van, oké, waar heb ik nou echt invloed op? Dus ja, op het kabinetsbeleid heb je geen invloed als student. Dus dat is toch een kwestie van je erbij neerleggen en binnen dat beleid zoeken naar wat het voor jou zo prettig mogelijk gaat maken. Mm-hmm. En het feit dat we nu geen perspectief hebben, dat helpt niet mee. Dus ik hoop dat er een groter verhaal komt, dat we gaan snappen, oké, dit vraagt nog een half jaar investering en daarna komen we er wel uit. De volgende zomer wordt een mooie zomer. Dat zou helpen, ook met die onzekerheid waar jij het over hebt. Mm-hmm. En in het algemeen, ja, onzekerheid is een gevoel, dus laat het er dan maar zijn. Wees maar onzeker en deel het met elkaar. Ik denk wat we hier nu zien is dat we erover praten en dat geeft woorden aan een onzekere situatie. En dat maakt hopelijk het net een beetje minder onzeker. Ja. Ja, mooi. En als je kijkt naar de klachten in je praktijk, wat zie jij nu het meest? Nou, wij zien veel eenzaamheid, veel somberheid. Ook mensen met concentratieproblemen, mensen die zich zeg maar op de colleges niet kunnen richten eigenlijk. Mm-hmm. Ik zeg wel eens, je hebt de helft van de studenten, daar gaat het gewoon wel goed mee. Die zitten eigenlijk ook hier aan tafel, die zijn goed aanspreekbaar en die spreken zich ook uit. Mm-hmm. Maar er is ook gewoon een hele grote groep studenten die alleen woont of nog bij ouders woont, waar spanning is thuis, die zich moeilijk kunnen concentreren. Ja. En dat zijn de mensen die wij wat meer spreken. Dus eenzaamheid, somberheid, piekeren, dat soort klachten. Ja, want je hebt dus ook al studenten die misschien nu niet gezien worden. Ja, dat is de groep waar ik me eigenlijk zorgen over maak, want die spreekt zich ook niet uit. Nee. Ja, als jij elke dag de gordijnen dichttrekt, ja, dan ga je niet hier aan tafel zitten. Mm-hmm. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen die studenten? Dat ik hoop, dus dat zij ook wat hoop hebben en dat er een betere tijd aankomt en dat ze zich ook, dat ze ook om steun kunnen vragen. Dus hulp vragen kan gewoon heel moeilijk zijn, zeker als je het zwaar hebt. Ja. Maar er is van alles te vinden qua hulp, dat zou ik ze wel willen zeggen. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk ook de pretend student, dus de student die jaren studeert en er eigenlijk over liegt en in een soort van web van leugens terechtkomt. Dat soort mensen die misschien nu al heel erg achterlopen met hun studie en niet echt verder komen, die worden nu natuurlijk helemaal niet gezien. Ja. Kom je dat ook tegen? De pretent student komt inderdaad voor, maar die heb ik nog niet gesproken. Ik ken wel voorbeelden daarvan, ook uit mijn eigen omgeving. Ja. Kijk, in het algemeen is je studententijd toch ook gewoon een periode waarin je ook een beetje kwetsbaar bent. Hè? Je bent gewoon aan het zoeken naar je vriendschappen, je bent aan het zoeken naar hoe je goed studeert, hoe je een scriptie maakt, welke stap je na je studie gaat doen, of je al überhaupt de goede keuze hebt gemaakt. Dus studeren is een kwetsbare periode. En dan gaan mensen daar verschillend mee om. Dus de een gaat zich anders voordoen en de ander die deelt dat makkelijk of gaat veel feesten. Dus we zien van alles, waaronder wat jij net schetst. En eigenlijk komen wij daar ook alle kleuren in tegen in de praktijk. Ja. Ik zie dat de Sidekick ook nog een paar vragen heeft. Nienke? Yes, ik heb één vraag. Iemand geeft aan, het lukt mij vaak online niet om mij goed te concentreren. En als het niet lukt, word ik snel gefrustreerd, waardoor het al helemaal niet meer lukt. Hoe gaan jullie daarmee om, studenten? Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je online heel moeilijk kan concentreren, omdat je ook zo lang soms naar een scherm moet kijken. En ik denk dat mijn tip zou zijn dat als je dan niet gaat studeren, dat het dan als altijd beter is om dan iets anders wel te gaan doen, zodat je een soort van bezig blijft. En dat je dan een soort van in een flow komt, waardoor uit mijn ervaring ik ook vaker beter kan studeren als ik gewoon het idee heb dat ik gewoon een volle dag heb gehad. Wat ga je dan doen als je niet kan concentreren?
Nou, bijvoorbeeld sporten inderdaad, dat is een hele goede. En ik merk dat ik het ook wel heel fijn vind om een dag te beginnen met een rondje wandelen gewoon. Want dan ben je al buiten geweest en heb je die buitenlucht gehad. En inderdaad, alsof je onderweg bent eigenlijk naar college. En dan ga je daarna lekker op je kamer zitten, kaarsjes aan. Of in de kamer van een huisgenoot, wat ik ook wel heel, volgens mij ook heel goed werkt, is om in verschillende ruimtes te gaan studeren. Want dan krijg je verschillende prikkels en... Ja, volgens mij helpt dat ook goed, dus verschillende locaties opzoeken. Ja. Heel concreet, bij een hoorcollege heb ik laatst ontdekt, kan je ook gewoon dat ding op je telefoon aanzetten en dan tijdens het college al gaan wandelen. Als het niet heel belangrijk is om de slides te bekijken, dat kan natuurlijk niet bij elk vak. Maar ik heb vaak genoeg nu inmiddels een rondje gelopen door de stad of door het bos, terwijl ik naar een filosofiecollege zat te luisteren. Dus dan luister je gewoon mee en dan... Ja, precies. Okay. En dan blijven je hersenen goed op gang omdat je aan het wandelen bent. Goeie tip. Dus dat ze heel concreet nog. Ja? Ja. Ik heb nog nooit gehoord, die is echt leuk. Ja. Ja, daarover gesproken, ik ben al meer aan het werk dan dat ik echt aan het studeren ben. Maar wat voor mij heel erg goed werkt, is inderdaad niet alle meetings met beeld doen. Daar worden je hersenen gewoon heel moe van. Ja. Dus inderdaad, ga af en toe gewoon bellen. Bellen werkt gewoon, dat is veel makkelijker. En dan kun je tegelijkertijd ook een rondje lopen, inderdaad. Ik wil nog iets zeggen, maar dat weet ik even niet meer. En misschien ook accepteren dat sommige dagen gewoon niet goed gaan. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik één week sowieso in de week heb ik eigenlijk een verloren dag. Daar probeer ik ook aan te werken dat het wat minder wordt, maar ja, dat moet je gewoon accepteren, dat is gewoon zo. Dat is ook prima, toch? Ja, daarom. Ja. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ik weet het trouwens weer. Oh. Het is weer. Je eigen gezicht uitzetten tijdens dat je een meeting hebt. Dus anders zie je de hele tijd jezelf. En daar schijnt dus dat je hersenen dan de hele tijd bezig zijn met hoe je er zelf uitziet. En dat is heel vermoeiend voor je hersenen. Dus ik zet tegenwoordig mezelf gewoon uit. Dan hoef ik daar in ieder geval niet meer bezig te zijn. Nee. Dat scheelt dus veel. Goeie. Ja, tip. Ja. Ja. Ik word een beetje down van het idee dat deze winter allerlei dingen niet door kunnen gaan. Hoe blijf ik positief? Ja, allereerst vanuit mijn vak, je mag ook een beetje negatief zijn over de aankomende winter. Dus schrik daar maar niet van. Ik denk dat het voor allemaal een beetje een gekke winter gaat worden. En het tweede is, hoe blijf ik positief? Positief gaat toch ook over dus weer hoop. Ik kom daar eigenlijk weer op terug. Dus het feit dus dat dingen beter worden, dat is eigenlijk positiviteit. En dat je dus daar ook zelf een invloed op hebt. Dus dat je daar ook zelf het verschil kunt maken. Dus ik zou twee dingen aanraden. Eén is, omschrijf maar eens even hoe jij net na de winter terug wil kijken op de winter. Dus dat je daar eens even over nadenkt. Van wat voor winter moet dit nou voor mij worden? En twee is... Noem bijvoorbeeld eens drie dingen die je deze winter echt wil doen, die dan ook kunnen, dus die binnen jouw invloedssfeer vallen, waardoor dit toch een geslaagde winter gaat worden. Ja. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn hoor, dus weer eens contact maken met een tante die ik al heel lang niet heb gesproken, of drie keer per week een mooie wandeling maken, of toch eens beginnen aan dat ene boek waar ik al zo lang eigenlijk in wil lezen. Zoiets kleins, maar... Klein beetje behaalbare doelen stellen voor de winter kan geen kwaad. Nou, dat lijken me mooie tips. Ik zie dat de tijd al bijna weer om is. Nog voor een van jullie, waar kijk je het meest naar uit als deze maatregelen allemaal zijn opgeheven? Max, jij mag hem eindigen. Als het op tijd lukt, wil ik gewoon heel graag normaal kunnen skiën, inclusief apres-ski. Maar ik vrees dat 2022 wordt. Dat kan nog wel lastig worden. Maar dat is wel het eerste wat ik... Dat er in me opkomt. Doen. Ja, precies. Oké, okay. Een van jullie nog snel? Nou, bij mij komt het eerst helemaal op dat er een soort van straatfeest wordt gegeven. Dat klinkt ook wel heel goed. Nou, de eerste livestream zit er alweer op. Ik wil jullie heel erg graag bedanken voor jullie openheid. Gijs, jou voor je kennis. Morgen zijn we bij jullie terug met Christian Vinkers, dat is een psychiater. En zullen we het onder andere hebben over burn-out en stress. En volgens mij begint zometeen yoga, dus jullie hebben 5 minuten om je om te kleden. En deze week komt ook nog Martine Sandifort en Niels van Gieren gasten, dus blijf vooral de hele week kijken. Tot morgen!
doen. Ik heet Nathalie. Deze yoga flow is goed voor die momenten dat je ontzettend vast zit in je hoofd en heel erg aan het piekeren bent. Deze flow helpt je om weer te aarden en bij de voeten op de grond te krijgen. Ik heb achter mijn kussens en yogablokken liggen. Als je iets in de buurt hebt wat erop lijkt, pak het erbij. Zo niet, maakt er niet uit. We gaan starten met een ademhalingsoefening. Ademhaling in de yoga is ontzettend belangrijk. Het is belangrijk dat we vanuit de onderbuik diep, volledig en langzaam ademhalen in plaats van hoog oppervlakkig vanuit de borst. Dus stel je voor dat je een lege fles hebt en die vul je met water van de bodem tot de top. Dat gaan we nu doen met onze romp, maar dan met zuurstof. Dus je ademt in door de neus, vul je onderbuik met zuurstof, dan je middenrif en dan je borst. En als je uitademt, eerst je borst, je middenrif en dan je onderbuik, dan voel je hoe je navel zich langzaam terugtrekt naar je ruggengraat. Dit gaan we een paar keer herhalen. Dus we gaan tijdens de in- en uitademing elke keer 3 seconden. Dus 3 seconden in, 3 seconden uit. En dan gaan we het verlengen naar 4 seconden in en 4 seconden uit. Je mag het zittend doen, in de kleermaker zit. Maar het is makkelijker om het liggend op je rug op de mat te doen. Dus degene die daarvoor kiezen, jullie mogen met mij meedoen. Dus kom lekker liggen. Maak het jezelf comfortabel. Dan mag je, of je nou zit of ligt, je linkerhand op je buik leggen. Je rechterhand op je borst. Adem even 1 keer. Normaal in en uit. Dan gaan we beginnen. Adem in. 2, 3. Uit. 2, 3. 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 Voor 4. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. Kom weer terug naar je natuurlijke ademhaling. Je mag je armen naast je op de mat leggen. Neem je knieën naar je borst. Mag je naar links of rechts rollen? Mag je naar een zittende positie komen? Op de mat. Zoals je wilt, mag je nu een verhoging erbij pakken. Mag je op gaan zitten. Voel dan beide zitpotjes op het kussen of in de mat. En zit mooi rechtop. Iedereen mag in kleermakers zit komen zitten. Als dit lastig is, ga dan op 2 kussens zitten. De volgende inademing. Rechtervinger tot zit je naast je neer. Adem uit, linkerarm komt omhoog en opzij. Buig naar rechts. Dus verleng je linkerzijlichaam. Wilt je in dat je zuurstof naar je linkerlong brengt? Maak jezelf lang. Open je borst, schijn je hart naar het plafond. Open je linkerschouder. En misschien kun je ook wel naar het plafond kijken. Draai je recht en je linkerpink richting de mat. Dus je duim wijst naar boven. Adem in. Kom weer terug naar midden. Andere kant, linkervinger toppen
op de mat. Adem in, adem uit. Rechterarm omhoog en opzij. Verleng je rechterzijlichaam. Maak jezelf mooi lang. Houd beide zitpotjes op het kussen of op de mat. Open je borst. Open je schouder omhoog. Schouder naar achter, borst omhoog. Breng je rechterpink naar de mat, duim naar boven. Het helpt bij de draaiing. Mag je weer naar het plafond kijken. Ademing, kom terug naar midden. Vingertoppen voor je. Bij een uitademing lopen onze vingertoppen langzaam weg van onszelf. Mag je voorover buigen, kijken hoe ver je komt. Adem in, loop weer terug omhoog. Ga nog een keer door deze drie houdingen heen bewegen. Nu wat sneller. Eén ademhaling, één beweging. Leg de vingertoppen naast je. Adem in, adem uit. Buig naar rechts. Adem in, terug naar midden. Adem uit, buig naar links. Adem in, terug naar midden. Adem uit, buig voorover. Adem in, kom weer terug omhoog. Mooi. Plaats nu je linkerhand aan de buitenkant van je rechterknie. Rechtervingertoppen komen achter je. Ik zal een kwartslag draaien, dan kunnen jullie beter zien. Adem in, maak jezelf mooi lang. Maak ruimte tussen elke wervel. Adem uit, twist naar rechts. Elke keer als je inademt, maak jezelf wat langer. En adem uit. Kijk over je rechterschouder. Je kunt je inbeelden dat iemand die jij heel erg lief hebt, met zijn duim zachtjes tegen jou onder de rug aan duwt. Je zal te helpen om mooi rechtop te blijven zitten. Niet dat je door je onderrug heen zakt. Adem in, kijk naar voren. En kom naar midden. Andere kant. Rechterhand, buitenkant, linkerknie. Linkerhand achter je op je vingertoppen. Adem in, maak jezelf lang. Trek je navel naar je borst. Adem en twist naar links. Over je linkerschouder heen kijken. Adem in, kijk naar voren en draai weer terug. Volgende inademing. Armen komen zijwaarts omhoog. Adem uit. Buig je elleboog opzij. Armen in een hoek van 90 graden. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Open je borst. Adem hierin. Adem uit. Breng je armen naar voren. Kin naar je borst. Alsof je een strandbal knuffelt. Mooie ronde armen. Of een hele grote teddybeer. Gaan we deze bewegingen nog twee keer doen. Adem diep in de armen. Kom omhoog, adem uit, cactusarmen. Open je borst, adem hierin. Adem uit, breng je armen naar voren, kin naar je borst. Nog één keer, adem diep in. Adem uit, cactusarmen. Adem hierin. En adem uit, kin naar je borst, armen naar voren. En kom weer naar een neutrale positie. Mag je allemaal in kwartslag draaien. Mag je verhoging wegleggen. Strek je benen voor je uit. Zit mooi recht op. Handen mag je naast je neer. Zetten op de mat. Als het moeilijk is om recht op te zitten op deze manier, mag je je benen iets buigen. Als we inademen, flexen onze voeten, tenen wijzen naar het plafond. Je benen zijn actief. Hier komen een klein stukje van de grond af. Als we uitademen, strek je de voeten. Hielen leg je weer op de grond. Nog een paar keer adem en flex. Adem uit, strek. Even de voeten opwarmen. Adem in, flex. Adem uit, strek. Adem in, flex. Adem uit, strek. Adem in. En adem uit. Adem
flex en adem uit. Je voeten weer flexen. Draaien we ze naar rechts. Cirkels naar rechts. Drie keer. En dan ook drie keer naar links. Mooi. Mag je benen buigen. Dan mag je naar handen en knieën komen. Ik trek mijn trui even uit. Ik krijg het warm. Handen en knieën. Mooie spreiding tussen de vingers. Schouders in één lijn met je polsen. Knieën in één lijn met je heupen. Knieën staan ongeveer heupbreedte uit elkaar. Haal je navel in. Ga even beginnen met de ruggengraat opwarmen. Zoals we inademen, we bewegen vanuit de bekkens. Draai je stuitje naar het plafond. Breng je navel richting de grond. Open je borst en kijk naar voren. Holle rug. Als we uitademen. Weer vanuit de bekkens, breng je navel naar je rug, kin naar je borst, bolle rug. Een paar keer adem in, kijk naar voren. En adem uit, kin naar je borst. Maak de bewegingen vloeibaar. Adem diep in. En adem uit, kin naar je borst. Eén keer adem in. En adem uit. Weer naar een neutrale positie. Nu je rechterbeen naar achter en omhoog. Houd je heupen wel parallel, dus beide heupeltjes wijzen naar de grond. Zoek je balans. Strek dan ook je linkerarm langs je oren. Spreid je vingers. Maak jezelf mooi lang. Dus het gaat er niet om hoe hoog je komt, maar meer om hoe lang je jezelf kunt maken. Strek je vingers weg van je tenen. Vergeet niet te ademen in en uit door de neus. Bij de uitademing plaats je alles weer terug op de mat. Andere kant, linkerbeen naar achter en omhoog. Vind je balans, strek dan je rechterarm naar voren. Houd je buik in, maak jezelf lang. Heupeltjes parallel aan de mat. En op de volgende uitademing laat je alles weer zakken. Loop je handen nu iets naar voren. En kom dan op de mat liggen bij je ellebogen. Mag je jezelf iets naar achter schuiven? Zet je handen nu voor je. Ongeveer twee handen verwijderd van je borst. En dan matbreedte uit elkaar. Voet even liggen op de mat. Als we inademen. Breng onze borst omhoog, strek je armen. En adem uit, beweeg weer terug naar de mat. Nog twee keer. Adem in. Borst naar voren. En adem uit, beweeg terug naar de mat. Maak het weer vloeibaar, net als een golf in de oceaan. Adem in. Kom omhoog. En adem uit, beweeg terug naar de mat. Zet je armen naast je borst. Duw jezelf omhoog naar je knieën. Kom weer naar handen en knieën. Krul je tenen op de mat. En til dan je knieën iets van de mat af. Beetje kracht. En duw dan je heupen naar het plafond. Je benen strekken. Mag je benen nog uitlopen in de eerste downward facing dog als je je hamstrings nog wat strak voelen. 1 voor 1, je knieën buigen. En dan mag je langzaam tot stilstand komen. Handen staan iets verder dan schouderbreed uit elkaar. Draai je biceps naar voren, triceps naar achter. Hiervoor mag je je ellebogen ietsjes buigen. Duw je stuitje naar het plafond. Houd je ruggengraat mooi lang. Zet je voeten heupbreedte uit elkaar. En probeer actief je hielen naar de grond te duwen.
Als jullie niet op de grond staan, dat is ook prima. Kom dan hoog op je tenen. Buig je benen. Breng je buik naar je bovenbenen toe. Zolang je maar een mooie, lange ruggengraat behoudt. Adem in, buig je benen, kijk naar voren tussen je handen en loop of stap naar de voorkant van je mat. Mag je voeten heupbreedte uit elkaar zetten. Adem in, breng je handen naar je schenen. Ruggengraat parallel aan de grond. Het gewicht verplaats je naar de voorkant van je voeten. Dus maak jezelf mooi lang van je stuitje naar de kruin van je hoofd. Volgende uitademing, buig je voorover, neus naar je knieën. Je mag een kleine buiging in je knieën houden en je buik op je bovenbenen leggen. Dan mag je je ellebogen vastpakken. Laat je hoofd hangen. Als je je benen kan strekken, dan mag dat natuurlijk ook. Misschien voelt het fijn om zachtjes van links naar rechts te wiegen. Laat je handen los en rol langzaam omhoog. Heel langzaam, wervel naar wervel, hoofd en nek komen als laatst. Mooi. Mogen jullie je voeten tegen elkaar aanzetten. Grote tenen leg je tegen elkaar aan, hielen iets uit elkaar. Knieschijven. Til je omhoog, niet naar achter, geen overstrekte benen, maar omhoog dan. Span je automatisch je bovenbeenspieren aan. Je billen staan maar rechtop. Hou je buik in. Armen langs je lichaam. Spreid je vingers. Nu mag je ogen hier sluiten. Als je het vervelend vindt, een beetje eng, dan zoek je gewoon een punt voor je uit op de grond. Dan gaan we kijken hoe het voelt om weg te bewegen van onze balans. Dus mag je naar de voorkant van je voeten komen. Dus bewegen naar voren. Kijk hoe dat voelt. Kom dan naar rechts. Beweeg naar rechts. Breng je gewicht naar je hielen. Beweeg iets naar achter. En dan naar links. We hebben alle richtingen gehad, mag je naar het midden komen. Zoek jouw middelpunt. Geef al die tenen van de mat tillen. En dan langzaam één voor één weer op de mat zetten. Voel hoe jouw voeten in de mat zijn geworteld. Mag je ogen weer open knippen. Volgende inademing gaan we twee zonnegroeten doen. Eerst langzaam. Tweede keer wat sneller. In ademhaling, één beweging, zodat we echt in die flow komen. Dus adem in, armen komen zijwaarts omhoog. Maak jezelf lang. Adem uit, buig voorover vanuit de heupen. Gewicht naar de voorkant van je voeten. Adem in, kom op je vingertop of breng je handen naar je schenen. Maak je ruggengraat mooi lang. Adem uit, buig voorover. Zet je handen op de mat en stap naar een plank. Dus mooie diagonale lijn van je hielen naar de kruin van je hoofd. Adem hierin. Adem uit. Plaats je knieën op de mat. Buig je ellebogen en kom op de mat liggen. Voet wrijf op de grond. Handen staan naast je borst. Doe je handen de mat in. Adem in. Breng je borst iets omhoog. De kracht komt vanuit je onderrug. Dus je zou in principe je handen moeten kunnen optillen. Adem uit. Weeg je terug naar de mat. Duw jezelf terug naar je knieën. Krul je tenen. En kom naar Downward Facing Dog. Stuit je hoog. Adem in, strek naar achter. Adem uit, kijk naar voren. Buig je benen, loop of stap. Of spring of vlieg naar de voorkant van je mat. Adem in, vingertoppen of handen naar je schenen. Adem uit, breng je neus naar je knieën. Buigen in de knieën mag. Adem in, kom met een rechte rug helemaal omhoog. Armen zijwaarts, boven je hoofd. Adem uit, handen voor je hart. Gaan we nog een keer herhalen.
Adem diep in. Armen komen omhoog. Maak jezelf lang. Adem uit. Duik voorover. Met zware krachten werk doen. Adem in. Breng zuurstof naar je longen. Rechte rug. Adem uit. Plaats je handen op de mat. Stap naar plank. Adem hierin. Adem uit. Eerst je knieën. En kom op de mat liggen. Adem in. Borst naar voren. Adem uit. Duw jezelf terug naar je knieën. Downward facing dog. Mooi, adem in. Strek naar achter de heupen hoog. Adem uit. Buig je benen. Kijk naar de voorkant van de mat. Loop of stap naar voren. Volgende inademing. Meer mooie lange rug. Adem uit. Neus naar je knieën. Adem in. Kom met de rechterrug helemaal omhoog. Armen boven je hoofd. Adem uit. Handen voor je hart. Mag je hier weer even in. Ogen sluiten. Adem diep in door de neus. En laat alles los door de mond. Nog één keer adem in door de neus. Span de schouders. Adem uit. Laat alles los. Mag je ogen weer open knippen. Mogen jullie naar het midden van de mat komen. Gaan we de boomhouding, oftewel tree pose, doen. Grote tenen liggen jullie tegen elkaar aan. Hielen iets uit elkaar. Staan mooi rechtop. Handen mag je even op de heupen zetten. Gewicht verplaats je naar je linkervoet. Til dan je rechtervoet iets van de mat. Knie ligt in je borst. En draai dan je knie naar rechts. Draai je knie open. Dus open heupen. Nu zoeken we een mooi plekje voor onze voet. Of de binnenkant van je linkerbinnenbeen. Of je kuit. Of op de mat tegen je enkel aan. Nooit tegen je knie. Dus kijk wat voor jou fijn voelt. Zolang je heupen maar mooi open blijven staan. Handen voor je hart. Vind jouw balans. Het helpt als je een punt voor je op de grond uitzoekt. Dat is jouw drishti. Zo heet dat in de yoga. Jouw punt van focus. Span je schouders. Als je balans gevonden hebt bij de inademing, breng je armen omhoog. Zorg dat er ruimte is tussen je schouders en je oren. Maak jezelf lang, het begint al bij je enkel. Zachte blik. Blijf doorademen. Adem uit. Plaats je voet weer op de mat. Handen voor je hart. Zet je handen weer op je heupen. Andere kant. Verplaats je gewicht naar rechts. Til je linkerbeen omhoog. Knie ligt in je borst. Draai je knie naar buiten, naar links. Zoek weer een mooi plekje voor je voet. Dus de rechter binnenbeen. Kijk. Op de grond tegen je enkel. Zodat je knie maar opzij wijst. Je heupen mooi open blijven. Handen weer voor je hart. Zoek je drishti, jouw punt van focus. Maak jezelf lang. Als je balans gevonden hebt, adem in. Armen komen omhoog. Als je uit de houding valt, het maakt niet uit. Kom je gewoon weer terug. Probeer het een aantal keer. En adem uit. Zet je voet weer op de mat. Handen voor je hart. Mag je weer naar de voorkant van je mat komen. Weer in de Samastiti houding. Dus de grote tenen tegen elkaar aan. Hier iets uit elkaar. Knie schijf omhoog. Span je bovenbeenspieren aan. Billen. Staan mooi rechtop. Houd je buik in. Draai je schouders naar achter en omlaag. Armen langs je lichaam. Spreid je vingers. Adem in, armen komen, zijwaarts omhoog, maak jezelf lang. Je mag naar je duimen kijken. Adem uit, buig voorover. Adem in, kom op je vingertoppen, breng je handen naar je schenen. Adem uit, plaats je handen op de mat, mag je direct doorstappen naar downward facing dog. Dus een omgekeerde letter V maak je met je lichaam. Adem strek naar achter. Adem uit, plaats je knieën op de mat. Mag je grote tenen weer tegen elkaar aanleggen. Knieën iets uit elkaar. En laat je billen
naar je enkels zakken. Borst, voorover, armen strek je voor je uit. Mag je voorhoofd op de mat laten rusten. Elke keer als je inademt, voel je hoe je buik zachtjes tegen je bovenbenen aandrukt. En als je uitademt, voel je hoe je ruggengraat zich langzaam weer terug, hoe je navel zich langzaam weer terugtrekt naar je ruggengraat. Je mag zachtjes je hoofd van links naar rechts rollen, heel langzaam in je voorhoofd masseren. Breng dan je handen naar achter, je onderrug, verwikkel je vingers in elkaar, strek je armen en breng dan je armen en je vingers richting het plafond. Trek ze zo ver mogelijk omhoog, goede stretch voor de schouders. En laat je armen weer zakken. Strek je armen weer voor je uit, rol omhoog naar handen en knieën. Loop dan je knieën naar voren. Kruis je voeten achter je. En rol naar achter, kom je pupillen zitten. Zet je voeten voor je op de mat. Strek je armen voor je uit. Nu gaan we heel langzaam afrollen naar beneden. Maar ik ga ervan uit dat jullie de mat niet raken voordat ik hem raak. Dus houd je buikspieren aangespannen. Stop hier even halverwege. Blijf ademen. Kom nog iets verder naar beneden en stop hier weer even. Als het goed is, trillen jullie ook. En kom op de mat liggen. Mag je je rechterbeen om je linkerbeen heen wikkelen. Dus knieën zet je op elkaar. Armen mag je lang uit naar je neerleggen. Zodat je ruimte voor je hebt, buig ze dan hoek van 90 graden. Dus kaktusarm. Adem hierin. Adem uit. Laat je knieën naar links vallen. Elke yoga houding heeft een anker. In deze houding staat je rechterschouder. Dus laat die ook op de mat liggen. Beide schouders op de mat. Als we dan wegbewegen vanuit van het anker. Wegstrekken van het anker. Zo creëren we ruimte in het lichaam. Je mag je ogen hier sluiten. Ademing, kom weer terug naar middenknie omhoog. Andere kant. Ik wil je linkerbeen om je rechterbeen heen. Knieën zet je op elkaar. En bij de uitademing laat je benen naar rechts vallen. Je mag of naar het plafond kijken of naar links. Kijk wat voor jou fijn is. Houd je linkerschouder op de mat. En je komt weer terug naar midden. Breng je knieën naar je borst. Pak je scheenbenen vast. En maak jezelf helemaal klein. Neus naar je knieën. Geef jezelf een dikke knuffel en adem uit de laatste houding van de flow. Shavasana. Strek je benen lang uit. Voeten uit elkaar. Laat je voeten naar buiten vallen. Ontspan je schouders. Leg je armen naar je neer. Open je handen. Handpalmen naar boven gericht. Mag je ogen hier sluiten. Geef je lichaam nog een laatste scan. Geef alle ledematen toestemming. Zich te ontspannen. Check ook even je gezichtsspieren, ontspan je voorhoofd, je oogleden, kaken. Laat je tong in je mond rusten. Ga nog één keer diep in door de neus. En alles uit door de mond. Laat jezelf wegzakken. Blijf hier nog even liggen in stilte.
helemaal bang. Met je knieën naar je borst. Rol je naar links of rechts. En kom weer op de mat zitten. Mag je ogen nog even gesloten houden. Mag je handen in elkaar wrijven. Wat warmte creëren tussen je handen. En leg je handen dan op je oogleden. Voel de warmte die jij zo net gecreëerd hebt. Handpalmen tegen elkaar aan. Buig je voorhoofd richting je vingertoppen. Bedank jezelf. Namaste. Super leuk dat jullie hebben meegedaan. Als jullie nog meer yoga willen of in de beschrijving onder het filmpje vind je de link naar mijn website. Dus voel je vrij om daar even een kijkje te nemen. En ik hoop jullie nog eens te zien.